Iemand het gesê, 'n goeie boek is die een wat met groot verwagting oopgemaak en met groot wins toegemaak word. Nogal waar woorde, maar hoe beplan en skryf ek so 'n boek? Dalk is dit wat jy nog altyd wou doen, jou eie boek of gedig skryf. Wel, hier is 'n paar wenke. Hou op om te droom dat jy eendag gaan skryf. So gaan jy nêrens kom nie, daar is geen beter tyd om te begin as vandag nie. Lees een groot verskeidenheid boeken en gedichten om te zien hoe andere schrijvers te werk gaan en krijg zoveel mogelijk wenken. Ontwikkel echter jouw eigen stijl. Hou een notaboek bij de hand en schrijf al die ideeën neer wat bij jou opkomt voordat je dit vergeet. Zodra je later ambtelijk begint schrijven, kan je dit orden. Schrijf goede zinsnedes, frases of ideeën neer voor hulle verdwijnen. Neem waar wat om jou gebeurt en vang dit vast met woorden. Indien moontlik, volg skryfkursusse en woon slypskole by vir die skryf van gedigte. Doen navorsing oor die onderwerp waaroor jy wil skryf. Indien dit oor jou eie lewe gaan of die van jou familie, versamel soveel moontlik inligting voor jy begin skryf. En onthou wat Langenhoven gesê het, om jou een eie taal tot nut te gebruik is 'n groter kuns as om 7 vreemde tale by te leer. Geniet die skrywerij.